hebben het gehad over Wekers, we hebben het gehad over Plasterk. Maar de laatste tijd was ook een andere staatssecretaris, namelijk Jetta Kleinsma, in het nieuws. Omdat haar optreden niet helemaal onomstreden is, om het vriendelijk te zeggen. Bijvoorbeeld, de SP noemt haar IJzeren Jetta. Ja. Sheila. En de PvdA zegt, zij is ons sociale geweten. Hoe zit het? Ja, ja, hoe zit het met Jetta? Jetta Kleinsma is een kabinet eerder al in Balkenende 4 al binnengehaald. Toen ook als staatssecretaris van Sociale Zaken. Inderdaad als een mensenmens of het sociale gezicht van de Partij van de Arbeid in toen CDA-kabinet. En we hebben volgens mij een filmpje van hoe ze zichzelf introduceert als ze binnenkomt daar. Ze was wethouder geweest in Den Haag als ze binnenkomt als staatssecretaris. Voor de eerste keer in Balkenende 4. U staat hier in Den Haag bekend als een mensenmens. Hoe gaat u dat waarmaken op een niveautje hoger? Of anders gezegd misschien een niveautje verder van de mensen af? Ja, dat is altijd wel prachtig, die term mensenmens. En ik heb ook wel iets met mensen, dat mag helder zijn. Maar ik kan ook stevig doorpakken, kan ik u melden. Dus ik ben niet zo'n enorme softie. Ja, en ik wil wel heel graag, daarom vind ik deze portefeuille ook de moeite waard. Hè, want dat is natuurlijk de portefeuille sociale zaken. Ik wil wel heel graag in contact blijven met mensen. Zodat ik ook blijf begrijpen als staatssecretaris waar ik het voor doe. Voor welke mensen ik het doe. Dat is heel essentieel. Ja, voor mensen. Ja, Jetta is er voor de mensen. Maar het interessante is, zij is er heel goed in als zij het land in gaat. Ze gaat ontbijten met daklozen en ze gaat bij werkloze herintredende 50-plus vrouwen. En dat doet ze allemaal. Het is bijna een helsoldaat, hè? Ja. Pleegzussen bloedwijn is het echt. Hè? De vleesgorde, empathie en vriendelijkheid enzovoort. Maar ook in Balkenende 4 bijvoorbeeld was zij er wel verantwoordelijk voor. Dat bijvoorbeeld ouderwetens met de jongere partner gingen meer betalen. Zij heeft nog, toen was het grote item de verhoging van de ouderwetens naar 67. Daar wilde de Partij van de Arbeid beslist niet aan. En zij heeft nog congres na congres, zaaltje na zaaltje, die PvdA-achterban overgehaald. Met haar mensen-mens verhalen en haar wij zijn allen mensen en ook als we 66 zijn, zijn wij mensen. En ze heeft uiteindelijk die achterban die dat echt niet wilde, heeft ze toch weten te masseren in die richting. En uiteindelijk is het dat is wel heel knap, later toch? Geregeld. Ja, dat is knap. En toch haar mensenmens gezicht gehouden. Maar goed, toen viel Balkenende 4 viel op een gegeven moment. Toen is ze de Kamer ingegaan. En toen had ze een heel rechts kabinet tegenover zich. Paul de Krom, die allemaal vreselijke dingen deed. En daar kon ze toen weer helemaal mensenmens zijn. Ik heb een hele leuke tweet van haar. Paul de Krom, de VVD, eigenlijk de opvolger als staatssecretaris Sociale Zaken. VVD. Ja, precies. En dan ontstaat op een gegeven moment, zet ze neer. Ja, en die is een echte Jetta-tweet. Ik heb hem, denk ik, ja. En dat laatste woord, Sheila, dat laatste woord. Ja, dat verdorie. Ik zeg tegen mij, dames en heren, niemand verlaat de zaal voordat de hashtag verdorie trending topic is vanavond. Ja. Nou ja, dat is helemaal Jetta. Ze zeggen, hè? Alles is verdorie, of bij de wilde spinnen af. Ja. Dat is ook een hele favoriete uitdrukking van Jetta. En grote grutjes, pot voor drie. Maar goed, ze is wel heel boos als ze verdorie zegt. Maar deze... wat de Krom wilde, de wet werken naar vermogen. Dus dat de wet werken naar vermogen, ja, hè? Dat is eigenlijk de voorloper van wat er nu speelt. Ja, precies. Daar heeft zich toen, was ze toen dus erg tegen. Hè? Dat was allemaal heel erg verdorie. En hoe komt hij erbij? En mensen erbij soms aan een flinke schop krijgen. Die wet is bijna aangenomen. Was bijna door de Kamer. Maar toen liep Geert Wilders... het katshuis uit. Ik geloof dat die zaterdag ging stekker eruit. En dinsdag zouden de stemmingen zijn. Nou, dat is allemaal net op het randje is dat niet doorgegaan. Nieuw kabinet. Wie wordt weer staatssecretaris van Sociale Zaken? Jetta. Verdorie. En ze mag de verdoriewet gaan uitvoeren. Ja. Want die komt gewoon weer terug. Als de participatiewet. Ja. En, ze voert hem ook uit. Hè? Ze is dus echt ongelooflijk flexibel, kun je zeggen. Nou, nee, maar Sheila, kijk, u weet natuurlijk inmiddels dat met de informateur onder andere Wouter Bos zijn ze gaan kwartet. Hè? Dus ja, ze hebben de verkeerde kaart. Jij je zin op dat departement, jij je zin op dat departement. Ja. En dit met dat kaartspel hebben ze dit dossier duidelijk verloren. Dus Kleinsma,
zou je kunnen zeggen, die moet hard VVD-beleid uitvoeren. In feite wel, ja. Maar en dan kijk ik ook een beetje jouw kant op, Max. Hoe werkt dat dan? Dus dan zie je zo'n Partij van de Armen en denk je, nou, we hebben dus één portefeuille. Oh, ja. Daar moeten we iemand van onszelf opzetten. Maar dan gaan we VVD-beleid uitvoeren. We kijken eens rond. Jetta Kleinsma. Ja. Maar wordt er zo nagedacht? Gaat dat zo? Ja, want heel flauw gezegd, al die boze vakbondsactivisten die altijd naar iedereen tomaten en eieren durven te gooien, durven dat niet naar Jetta Kleinsma. Ja. Omdat ze, ja. Nee, maar echt, omdat ze zelf gehandicapt is, daar precies. Ook voor uitkomt, altijd achter zo'n rockrek. Ja, dat komt erbij. Ik moet zeggen, ik heb heel vaak zaaloptredens van haar gezien. Dat mensen doet dat geweldig. Ja. Weet je, het is eigenlijk de sociaal-democratische variant op dieven vang je met dieven. Nou ja, dit VVD-beleid verkoop je met een mensenmens. Dat is de... Zo moet je dat doen. Oh ja, wat ze verder doen natuurlijk, de PvdA is dubbel spel spelen. Je vraagt bijvoorbeeld de ChristenUnie en D66 om te protesteren tegen de al te hardvochtige kanten van de voorstellen van je eigen staatssecretaris Jetta Kleinsma. Ja, maar dan ga ik je onderbreken, want we zitten nog bij het uiten van Sheila. Oh, hele heldere analyse, maar dat gaat ze nu vertellen. Oké. Sheila, wat ze heel erg knap doet, wat je ook in het eerste filmpje ziet... dat ze met een ongelooflijk grote grijns weer zeg maar eigenlijk bijna de heilige maagd Maria uithangt. En dat werkt nog steeds. Hè? Of beginnen mensen het door te krijgen? Ja, misschien. Ik kan me zo voorstellen dat de PvdA-achterban er nu misschien wel een beetje klaar mee is. Je ziet ook wel heel veel boze reacties. Als ze nu die wet, de nieuwe bijstandswet, mensen moeten gaan tegenprestatie gaan leveren als ze de bijstand in gaan. Nou, die moeten ze die tegenprestatie, daar heeft ze ook iets leuks over gezegd. Ja, nee, dat kon ze dus echt verkopen. Nou, daar hebben we een filmpje van hoe ze dus echt vrij harde criminalisering van de bijstand wist te verkopen alsof het om de Fabeltjeskrant gaat. Kijk maar. Wat hebt u vandaag besloten over uitkeringen? We hebben vandaag besloten dat mensen in Nederland die een bijstandsuitkering krijgen, dat die ook iets terug gaan doen. Dus we gaan aan mensen vragen om een klus te gaan klaren voor ons allemaal, zal ik maar zeggen, als samenleving. In de zin van dat men actief blijft als men een uitkering heeft. Hoe vrijwillig of dwangmatig is het? Nou ja, het is zaak dat men zelf een klus heeft, hè, of verzint. En als dat niet zo is, als men helemaal niks kan verzinnen of niks wil verzinnen, ja, dan kan de gemeente iets voorleggen aan mensen. Het is letterlijk voor taalgebruik, hè? Een klus. Hè? We gaan niet, hè? Je moet niet gaan werken. Het is een klusje. En als het, nou ja, voor de samenleving zal ik maar zeggen. Ja. En als het je niet lukt, ja, dan gaat de gemeente je wat voorleggen. Nee, je gaat je niks voorleggen. Je wordt gewoon verplicht op straffen van kortingen en weet ik veel wat allemaal. Dus ze weet dat ook wel heel erg goed te verpakken alsof ze een soort fabeltjeskrant aan het verkopen is. Maar goed, daar is dus, nou ja, wat Max al terecht zei... Sprak voor mijn beurt. Ja, nee, maar het was wel waar. Want wat je zag, de wettekst was vrij hard. Maar er zat de memorie van toelichting bij en die was al veel zachter. En dat was meer haar tekst. Dus haar weerzin zat daar, kon je al een beetje zien in die memorie van toelichting op die wet. Die kon je lezen als zachter dan de wet zelf. Dus ze is een beetje aan het... Hè, ze zocht naar gaatjes en ze is geholpen... De gong van de meest geliefde oppositie of hoe moet je ze ja, doen? Maar die werden uiteindelijk weer boos op haar, want ze heeft het naar zich toegehaakt alsof de PvdA deze ellende allemaal had verzacht. Kunnen we er even naar kijken? Ja, dat heeft ze uiteindelijk gedaan. Dus ChristenUnie en SGP die hebben ervoor gezorgd dat wat van de al te scherpe randjes van het wetsvoorstel werden afgezaagd, afgeveild. En toen ze daaruit kwam, toen heeft ze dat misschien met net iets te veel opluchting en ze was misschien net iets te blij, toch fijn voor de Partij van de Arbeid gepresenteerd. Gaan we kijken? Had u nou niet dat er ontzettend veel veranderd is aan uw oorspronkelijke plannen? Nou ja, kijk, ik loop al wat langer mee en het is natuurlijk altijd zo dat in een wet, als je die presenteert, dat je weet dat in de Kamerbehandeling er van alles mee kan gebeuren. Of bent u stiekem blij dat de scherpe randjes eraf zijn gehaald? Nou ja, nee, ik heb natuurlijk, ik ben op pad gestuurd vanuit het regeerakkoord, dus ik heb ook ordentelijk die wet aangeleverd. Ja, maar goed, dat was een compromis en nu worden daar de scherpe randjes van afgehaald en komt het misschien wel meer in de richting van uw partij.
Ja, dat zou kunnen, maar dat zou je aan de woordvoerder van mijn partij moeten vragen. Maar staat hier een blije staatssecretaris? Nou, hier staat wel een staatssecretaris die oprecht verheugd is over het feit dat ze en met 5 partijen nu een akkoord heeft. Want het is natuurlijk ook plezierig richting Eerste Kamer. Daar ben ik gewoon heel helder over. En die blij is dat ze ook met de buitenwereld gewoon zeer on speaking terms is. Mag ik even? Ik vond natuurlijk ook, we zitten toch licht geagiteerd en een hele kritische blik kijken naar haar. Maar Dirk, je zou ook kunnen zeggen, het is gewoon een vakvrouw van een politicus. Ja, maar dat hoeft, speelt elkaar niet tegen, toch? Nee, helemaal niet. Maar ik bedoel, je kan ook zeggen, los van dat ze de plezier nauwelijks kan onderdrukken. Maar uiteindelijk waait het wel de kant op die ze uiteindelijk waarschijnlijk toch wil. Alleen moet je zegens niet al te veel uitventen als je de vrede wil bewaren in een coalitie. En dat doet ze misschien, heeft ze iets te veel gedaan. Ja. Ik hoorde overigens, maar dat weten jullie misschien beter, dat zij binnen kamers niet echt een mensenmens is overigens. Maar een keiharde staatssecretaris voor haar ambtenaren en ook binnen haar partij. Dus toch IJzeren Jetta. Ze is niet aardig voor haar eigen personeel, maar dat overkomt sociaaldemocraten vaker. Ja, jij kan het weten, Max. Ja, ja. Ja? Ja? Ja, die staan er echt onbekend om schot te zijn tegen secretaresses, medewerkers, chauffeurs. Iedereen wil liever voor een VVD'er of een D66'er werken dan nooit voor een PvdA'er. Max, jij loopt al een tijdje mee. Doe ons even één sappige anekdote van een PvdA'er die zijn personeel te kakken zet. Nou, het beruchtste voorbeeld is Jan Pronk, maar dat is misschien een beetje een verouderd voorbeeld, langzamerhand. Nou, noem maar even, leuk. Oh, dat was zo iemand die rustig de chauffeur de hele nacht buiten liet wachten. Niet eraan dacht dat iemand misschien zelf ook nog een boterham wou eten of koffie wou drinken. Of Jan Pronk heb ik een keer meegemaakt, dat was op een begrafenis van Maarten van Traa, een verongelukt PvdA-kamerlid. Waar we met een paar mensen, Hans van Mierlo onder andere, in de Westerkerk in Amsterdam stonden te praten. Opeens komt Jan Pronk met 2 van die loodgieterstassen die kerk binnen, ziet Hans van Mierlo, haalt zijn agenda uit zijn zak, zegt: goed dat ik je zie, dan kunnen we misschien even de horloges gelijk zetten. En Hans van Mierlo zei van: dit is een begrafenis, Jan. En Jan stond even te kijken, oh ja, pakte die loodgieterstassen weer op en zei: dan bel ik je morgenochtend vroeg. Ja, zo zijn sociaaldemocraten. Ja, maar hij heeft wel Afrika gered. Ja, wel Afrika, wel Afrika gered. Het grote merengebied. Ja, precies. Maar we hebben want aan de bar komen nog, ik heb ook nog echt heel veel anekdotes, aan de bar komen die, is mijn rol nu niet. Shella, we hebben nog één filmpje te goed, leg even uit. Nou kijk, die scherpe kantjes zijn er dus van afgeveld, dus er is wel weer meer in de richting van de Partij van de Arbeid getrokken. Maar ja, voor de buitenwacht, want ze heeft het over on speaking terms met de buitenwacht, blijft het natuurlijk toch vrij keihard beleid, toch gewoon best wel een VVD-mensbeeld, dat mensen die in de bijstand zitten per definitie potentiële fraudeurs zijn. En we hebben nu een filmpje van Jetta die op straat is en die buitenwacht tegenkomt. En dan zie je dat er toch misverstanden kunnen ontstaan over waar zij nou precies voor staat. Ik ben Jetta. Ja, van de VVD of niet? Nee, van de PvdA. De PvdA. Ja, dat kan gebeuren. Het kan gebeuren. Maar tot slot, Shaila, en de anderen mogen er ook eens over zeggen. Mensen beginnen het door te krijgen dus. Ja, maar goed, dit komt er gewoon doorheen. Dit sleept ze er gewoon doorheen. Ik bedoel, ongeacht wat je ervan vindt of niet. Maar de volgende punt, ze gaat ook over de pensioenen. Komt financieel toetsingskader aan, allemaal heel ingewikkeld en technisch. En wie krijgt ze dan tegenover zich? Pieter Omtzigt. Wauw, we verheugen ons nu al. Dat is geen mensenmens. Nee, geen mensenmens. Dat is geen mensenmens.